Didier Martel kan voetballen. Robben Bond, Schuiterman, Jean-Paul de Jong opdringend. FC Utrecht, dat ook meer als team opereert in deze aanvangsfase. Kuit, goed neergelegd die bal. En het doelpunt, nee. Schot was van Tom van Mol na een uitstekende aanval van FC Utrecht. Weliswaar over heel veel schijven, maar dit was een kans. Van Mol, en dat ziet u, schiet voorlangs. Kuit samen met John de Jong voorin. Kuit komt van Quick Boys. Is pas 18 jaar. Die spits van FC Utrecht, die misschien nu aan de bal komt. Dat in 1-2'tje. Nee, dit is het schot van Didier Martel. John de Jong. Marilia. Knap gespeeld. Ten Dunnen. En Kostakis Costa. Een hoekschop die Darren Ferguson neemt. Mooi geschoten vanuit stand. Julia Liens. Maar ja, wat koop je voor een mooi geschoten als het geen treffer is. Maar knap. Van Mol. Nieuwenburg. Bal komt gunstig terecht bij Aja van der Laan. Rolt niet buiten de lijnen. De Dunne loopt daar. En hier komt FC Utrecht goed weg. Dit zijn een aantal teleurgestelde Utrecht supporters. Die de wedstrijd niet kunnen bijwonen omdat er geen ruimte voor ze is in dit stadion dat nog lang niet afgebouwd is. Zeer teleurstellend dus voor deze supporters, maar ze gedragen zich uiterst gedisciplineerd. Clublied wordt luid meegezongen. Eens kijken of het de spelers in het veld inspireert. Noodzakelijk is het sowieso, want Sparta moet dit duel winnen. Nou, dit scheelde weinig. Geen doelpunt. Zegt scheidsrechter Westering, ook op aangegeven van zijn grensrechter. Maar hier was Sparta heel dicht bij een 1-0 voorsprong. Ingooi. Sparta, schuift de man. Gooi, man moet oppassen, zijn rotbal. Ja. Wat een kans. Alkatabi. Omdat die bal verkeerd werd gespeeld op doelman Kooijman. Toen was daar ineens een kans voor Alkatabi. Had hij moeten benutten trouwens. Groenendijk. Speelt sterk achterin. Costa. Bij FC Utrecht. Nu eens kijken hoe hij nu reageert. Het is een moeilijke bal voor hem. Costa, ja. Alkatabi. Goeie hoek of niet. Alkatabi speelt die bal dan achter de man. Opnieuw een reuze kans voor Sparta. Nog eens even kijken naar die situatie. Een van de weinige fouten van Costa. En dan komt die bal bij Alkatabi. Die moet hier natuurlijk veel meer uithalen en Sparta aan de leiding brengen. En hij faalt. Van Eikeren. Marilia, overtreding van Emiel van Eikeren. Die nog geen minuut in het veld is. In plaats van Dirk Kuyt. Van der Laan. De paal. Nou, en dan gemist. Binnen 4 minuten krijgt Sparta enorme kansen. Hier is die vrije schop. Die is schitterend. Op de paal. En dan wordt hij gemist door Aja van der Laan. Tjonge. Goed weggekopt door Schuiterman. Van der Laan bereikt toch Den Dunne. Marilia. Bal begint Sparta.
Jochem van der Hoeven heeft een mooi schot in het rechterbeen, maar mislukte. Stuiterman. Goede beweging van Reinier Robbenmond. Is ook niet slecht. Van Eyck heeft gemeten, heeft gekeken en scoort denk ik, ja. Emiel van Eyckeren scoort, maar heel knap werk van Robbenmond vooral. Dit is de paas van Robbenmond op Emiel van Eyckeren. En is misschien wat tegen de verhouding in, maar dat zal FC Utrecht in zorg zijn, want dan moet Sparta de kansen maar benutten. En FC Utrecht staat voor met 1-0. Nico Jalink. Jalink. Ferguson. En dan een blessure.